We staan nu in de tentoonstelling aan de mannenmode. Ze liggen met de opbouw. En hier heb je een aantal vitrines. Daar zijn ze even afgedekt. Wat je hier ziet in de vitrine zijn ongeknipte herenvesten uit ongeveer 1750. Dus wat je ziet is het model eigenlijk van een jas. En het is al voorgeborduurd. En dit zijn zelfs knoopjes. En die konden dan later uitgeknipt worden door je kleermaker. En die kon er dan een mooi maatpak van maken. Nou, ik dek dit er even af. We staan hierbij wat torsen met mannenkleding. Dit is een burgemeesterskostuum uit 1921. Gedragen door Amsterdamse burgemeesters, bijvoorbeeld door Dailly. Maar in de jaren 60 raakte dit in ongebruik, dus toen hebben ze het niet meer gedragen. En hier dekken we af, omdat we nu nog bezig zijn met de opbouw. Dus het beschermt de kleding tegen stof, maar straks gaat het natuurlijk eraf. Maar ik kan je wel even wat laten zien. Dit is een pak, een spijkerpak uit de jaren 70. Natuurlijk een variatie op het klassieke driedelige pak. En in één keer in de jaren 70 is spijkerstof in de mode. En dan kan je zelf zo naar je werk toe. En in de 19e eeuw ging een echte heer nooit de deur uit zonder zijn hoed en wandelstok. Dus hier hebben we een vitrine met hoeden en wandelstokken gemaakt. En als je nou kijkt naar die knoppen van die wandelstokken. Die zijn echt waanzinnig mooi. Dus hier heb je bijvoorbeeld een gouden exemplaar. Daar zit een klokje in. Hier op het eind. Dat is een hele mooie. Een hondenkop. Helemaal van de ivoor. Dus het was een teken van voornaamheid. Als je met zo'n wandelstok en met je hoge hoed de straat op ging. En pas in de 20e eeuw kon je ook zonder hoed de straat op gaan. Nou ja, nu is het echt natuurlijk in ongebruik geraakt. Het oudste stuk dat in de tentoonstelling staat is deze Mariënkoper. Ook nog even goed ingepakt. Allemaal kleine metalen ringetjes. Het is eigenlijk een soort vest. Uit 1500. En dat bood bescherming bij het vechten. Dus dat. En later kwam het harnas. En het harnas werd gemaakt uit echt ijzeren platen. En dat bood nog meer bescherming. Dat bood ook hele goede bescherming tegen slagwapens. Even een detail van een van onze harnassen. Het zijn hele bijzondere harnassen. Vroeger werd het natuurlijk functioneel gebruikt om in te vechten. En ik zal even openmaken. Maar wat later lieten mannen zich erin afbeelden, lieten ze zich portretteren in een harnas, in een sierharnas. Dus het was prachtig versierd. Dus het was eigenlijk een statussymbool. Maar dit is dus echt een oude. Uit ongeveer 1580 is deze. Als je dichtbij bekijkt, dan zie je dat er prachtige versieringen op staan. En straks komt daarnaast een outfit te staan van een ontwerpster en die heeft zich weer laten inspireren door harnassen en een maniënkoper. Deze schilderijen worden straks opgehangen in die vitrine. En op die schilderijen zijn allemaal Amsterdamse mannen en ze dragen hele bijzondere 18e eeuwse jassen. Japonse rokken heten die. En die kwamen uit het oosten. En oorspronkelijk was het de bedoeling dat je dat lekker warm in huis, in je studeerkamer droeg. Maar uiteindelijk was het zo modieus en het was zo een statussymbool dat je ermee de straat op ging, op het hoogtepunt van de mode. Dan heb je het over de late 18e eeuw. Dus deze mannen gaan we straks hier ophangen. We staan hier bij vitrine. Het andere spijkerboek erin. Dat is enorm. Het is heel gedoe om ze erin te krijgen. Het is het onderdeel waar we iets uitleggen over spijkerboeken. We hebben uiteindelijk heel het spijkerboeken verzameld en erin gegooid van bovenaf. En we gaan bezoekers wel vragen, of eigenlijk de prijs vragen, of ze weten hoeveel spijkerboeken er in deze koper zitten. Maar het zijn er veel. Nou, dit onderdeel van de tentoonstelling gaat over heren in de goed. En dit is de eigentijdse afdeling. Dus allerlei verschillende soorten onderbroeken. En het publiek kan hier straks ook stemmen. Dus er wordt uitleg gegeven over wat voor soort onderbroek het zijn, wat ze kosten. En het publiek kan straks stemmen welke onderbroek zij het mooiste vinden. Ja, maar dat geeft niet van de